Nou, laat het eerst zomaar even zien, lieverd. Want ja, mijn vrouw die doet de camera. Nou, kom maar, schat. Ja, kom maar. Laat maar eventjes zien. Dit zo, ja. Hup. Ja. En dan laten we die ook nog even. Ja, kom maar. Laten we dit ook nog even zien. Hoppakee. Nou, ook weer gezien. Maar ja, dat gebeurde dus in maart. Eind maart. En toen zaten we hier dus. Opgesloten hier in ons huis. Want je mocht dus in Spanje, mocht je nergens heen. Nou, en ik ging dus hier rondjes lopen om het zwembad heen. Hier, ja, hier. Hier liep ik, hup, de hele tijd maar in de rondte. En dat liet ik dan zien. Maar ja, er zijn dus niet al te veel mensen die graag het zonnetje in het water zien schijnen bij een ander. Nee, nee, nee. Dan krijg je te maken met zulke stapels afgunst. Ja, en daar had ik dus op dat moment in maart op een gegeven moment heel erg genoeg van. En nog eigenlijk, want ik krijg ze nog bijna elke dag. Elke dag krijg ik weer de opmerking, ja, maar jij hebt makkelijk kleppen daar in je mooie villa in Spanje. Ja, hé, hey. En daarom is het weer even tijd om terug te gaan naar dat moment in eind maart. Ja, pas geleden, toen heb ik een filmpje gemaakt en toen liet ik zien van, ja, ik heb huisarrest en ik loop hier dus rondjes om het zwembad heen, ja. Maar, huppakee, daar was Jaloers Nederland. Ja, en die gingen allemaal schrijven aan mij. En die zeiden, ja, maar jij hebt makkelijk praten. Ja, maar tegen die mensen zou ik nou willen zeggen, let goed op waar ik altijd voor gezorgd heb in mijn leven. Dat ik de man heb leren kennen met de sporttas. Want daar gaat het om. Ja, de man met de sporttas. Dat is hem. Ja, want die zorgt ervoor dat je nooit hoeft te werken. Dat je niks hoeft te doen. En dat heb ik ook nooit gedaan in mijn leven. Ik heb altijd verschrikkelijk op mijn luie reet gezeten. Precies. En dat heb ik allemaal te danken aan de man met de sporttas. Want hij komt elke vrijdag, komt hij bij mij langs. En dan zet hij de sporttas, hup, voor mijn deur. En dat zit vol met geld. Ha, hoe vind je hem? Ja, dat is hem. Elke vrijdag. Ja, en hij is punctueel en hij is altijd op tijd. De man met de sporttas. Ja, hij geeft nooit af. Hij is er altijd. Als ik op vrijdag mijn deurtje open doe, boem, dan staat hij daar. De sporttas vol met geld, jongens. Oh, het is een. Ik begrijp niet dat jullie, die mensen die mij geschreven hebben, die kennen hem dus kennelijk niet. Dit is raar, dat vind ik niet zo slim eigenlijk. Dus, ik zou tegen al die mensen willen zeggen, zorg ervoor dat je hem snel leert kennen. De man met de sporttas.